Stilte op de set graag. Hallo, test, test, 1, 2, testje. Captain, we willen graag beginnen. Gaat u zitten alstublieft. Zo, laten we maar van start gaan met het ik deed mijn eigen stunts verhaal. En dan gaan we door met mijn methode voor het creëren van deze zinderende blik. Ja, daar wil ik het straks graag over hebben. Maar eerst, kunt u iets zeggen over de verdwijning van Kleink? Oh, tuurlijk. Dat kleintje. Waarom zou je iets over hem willen weten? Je hebt je El Numero Uno superheld recht voor je. Moet je zien, man. Ja, ja, dat is nou een superheld. Je kunt het niet zien, maar hier zit een tribal tattoo onder. Heel indrukwekkend. Maar kunt u ons uw kijk op de gebeurtenissen geven? Oh, sorry hoor. Maar ik dacht dat we gingen praten over mijn nieuwe holofilm My Blaster Runs Hot. En bovendien, ik kan zo'n verhaal niet eens vertellen zonder ondersteunende beelden. Heb je ook krijtjes? Die beelden voegen we later wel toe. Oké. Het begon een aantal jaar geleden. Ik bemande mijn post als hoofdvrijwilliger op het planetair verdedigingskwartier toen een tot de tanden bewapende ruimtevloot Metropolis aanviel. Dit had ik natuurlijk makkelijk in mijn eentje kunnen afhandelen, maar ik zag me genoodzaakt een groep arme, achtergestelde weesjes in veiligheid te brengen. Ik nam contact op met Ratchet en Clank en droeg al mijn verantwoordelijkheden aan ze over. We kwamen erachter dat de gemene tiran Percival Tachyon een groot leger op de been had gebracht en hij rustte niet tot hij de welvarende Lombax-gemeenschap volledig had uitgeroeid. Ratchet is de enige Lombax. Weet je het zeker? Behoorlijk zeker, ja. Huh. Hoe dan ook! Tachyon wilde een apparaatje in zijn slijmerige handen krijgen waarmee hij een verbannen ras monsters, de Cragmites, terug kon halen. Maar hij wist niet dat de mysterieuze Zoni inmiddels contact hadden gezocht met Clank. Maar ze gaven hem toch meer dan alleen bijzondere gaven? Ja, nou ja, er was iets vaags aan het handje met voorspellende visioenen, bla bla bla. Maar het hele avontuur draaide natuurlijk om... Mwah! Dankzij mijn scherpe geest en uitzonderlijke vaardigheden wist ik te infiltreren in de gelederen van de keizer en kreeg ik de Dimensionator in handen. Die u vervolgens aan Tachyon gaf, waardoor hij alles en iedereen kon terroriseren met de Cragmites. Slechts een kleine hobbel op weg naar de overwinning, vriend. Uiteindelijk hebben we Tachyon verslagen, de Cragmites weer verbannen en het universum gered. Maar toen we dachten dat alles voorbij was, werd Clank uit het Apogee-ruimtestation ontvoerd door wezens die hem naar eigen zeggen geholpen hadden. En er werd nooit meer iets van hem vernomen. U heeft de feiten niet helemaal op een rijtje. Ratchet ontdekte dat Clank zich in een onbekend systeem aan de rand van het heelal bevond. Het brein achter zijn ontvoering was Dr. Nefarious. Ja, daar heb ik inderdaad iets over gehoord. Maar ik was op de set van mijn nieuwe holofilm My Blaster Runs Hot, waar je trouwens nog steeds niet naar gevraagd hebt. Een van de grootste helden van dit universum, uw collega, is ontvoerd door uw aardsvijand en u deed niets. Hoorde u de oproep om te strijden niet? Natuurlijk hoorde ik het. Maar als je een beroemdheid bent als ik, worden oproepen doorgeschakeld naar de voicemail, snap je? Haha, grapje. Ha, je trapte er mooi in. Tuurlijk help ik, Clank. Ik en Ratchet hebben alles helemaal gepland. Hallo, strijdoproep. Geintje, het is mijn assistent. Raoul, laat het schip warm draaien en bel Ratchet. Ik moet een held gaan redden. Thank you.
ik je wel eens over mijn zoon verteld? Oh, een uitzonderlijk ventje, ontzettend bindend. Hij werd geboren in de robotfabriek in de Solana Galaxy. Maar om precies te zijn, werd hij eigenlijk veel verder weg ontwikkeld. Zijn naam is XJ0461, maar hij staat beter bekend als Clank. Sir, de Zoni informeert naar onze voortgang. Ah, hoe lang moet ik nog doen alsof ik wil samenwerken met die sulletjes? Zie je, ik kan niet herinneren. Je moet repareren. Ja, ik werk eraan, ik werk eraan. Stand by for zusterboard scan. Oké, eens zien. Lievelingskleur groen, geluksnummer 38.004.7, bla bla bla. Toegang geweigerd. Neuraalschild geactiveerd. Nee, nee! Ah, alweer eruit gegooid. Het zit hier, Lawrence. Ergens midden in dit brein ligt de sleutel naar de Orvis-kamer. Geen Orvis-kamer. Uwe zoonieheid, als we nou een kijkje mochten nemen in de kamer... Geen Orvis-kamer. Kamer is voor sieren alleen. Nou, prima. Dan is het hoog tijd dat er een einde komt aan onze vriendschap. Maak kennis met... En niet de Hypersonic Brainwave Scrambler. De Hypersonic Brainwave Scrambler! Excuses, sir. Ik had u moeten vertellen dat deze apparaten buitengewoon gevoelig zijn voor Sony's wapentuig. Noodgenerator geactiveerd. Wat ge... Hij is wakker! Stop hem! In de naam van dokter
code Sigma 0426A aan sector 3. Herhaal, Sigma 0426A. Waarschuwing. Quantumstabilisatoren offline. Tijdsysteem kwetsbaar. Verschrikkelijk! Verschrikkelijk!
Nee, verschrikkelijk! Ons levenswerk is verwoest. Hoe heb ik dit laten gebeuren? Het signaal van de toezichthouder is gelokaliseerd. De wereldtaxi van de sector is. Druk hem af en zet het signaal uit! Meneer, ik zit opgesloten. Blijf lopen en hou ze absoluut bij de kamer vandaan. Nefarious, ik had kunnen weten dat jij hierachter zit. Waar heb je me heen gebracht? Herken je het niet hier? Dit is je thuis! De grote klok! Een prachtig staaltje techniek en tovenarij, bedacht door de slimste Sony aller tijden. Neergezet in het exacte centrum van het universum! Plus minus 50 meter. Vertel me eens, welke leugen heb je de Sony verteld in je zucht naar wraak? Wraak? Denk je echt dat ik zoveel moeite doe voor een beetje wraak? En dan zeggen ze dat ik egocentrisch ben. Laten we zeggen dat het antwoord in het verleden ligt. Lawrence! Tot uw dienst, sir. Maak de bol van nodeloze immobilisatie klaar. Zal ik de geheugendelver weer aanzetten? Nee. Ik heb een beter idee. Maar sir... Geduld, Lawrence. We hebben alle tijd van het universum. Het heelal, het is enorm. Het is zo groot dat als je daar je autosleutels kwijtraakt, je ze nooit meer terug zult vinden. Gelukkig voor Ratchet was Captain Copernicus L. Quark van de partij. Zijn missie, het redden van de enige echte vriend van de Lombax. Yep, zonder Clank was Ratchet alleen in de ruimte. Alleen, alleen, alleen. Je weet dat dit schip een schietstoel heeft, hè? Sorry, maar ik word een beetje kriebel de biebel omdat ik straks weer de superheld mag zijn. Yep, deze wilde jongens staan alweer veel te lang op staal. Ja, hey, hoe, ha, Tuurlijk, Quark, kijk goed of je iets ziet. Telwin zegt dat deze sector zwart ziet van de huurlingen. Geen zorgen, mijn vriend. Mijn waakzaamheid is niet aflatend en alomvattend. Alarm, onbekende afwijking gesignaleerd. Pas op, ik probeer een uitwijkmanoeuvre. Oh nee, we gaan eraan! Gelukkig heb ik een schone onderbroek aan. Hou nou eens op, we gaan er nu echt niet aan. Aphelion, schakel de gravimetric stabilisator in. Negatief, stabilisator offline. Stuurraketten offline. Landingsgestel offline. Oké, juist. We gaan er dus aan. Hou je vast! Inderdaad. Daar gaat mijn schone onderbroek.
Waar zijn we nou weer? Geen idee. Misschien dat een ontspannen stukje kuieren door de jungle dit mysterie ontrafelt.